Ja, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe video in Mindtopia. Mensen, welkom terug in Mindtopia. En zoals je ziet zit ik nu in mijn huisje. Wat voor nu nog mijn huisje is, dat staat duidelijk op huis van Rotjochie. Maar het is nu nog mijn huisje, want ik ga hem binnenkort verkopen aan de meiden van David's Fangirls. Dus David zijn dus Mike, DDG Loves en dat. En gewoon Helena. En wie nog meer? Weet niet wie het was. Er was nog eentje bij. Een derde. Oh, Sandy natuurlijk, Sandy. En die gaat van me kopen, dit plot, voor 100.000 euro. Nou, voor degenen die het weten, die toen die video gekeken hebben op Dus David Craft. Ik heb dit huis toen, met plot en al, met interieur en shit, gekocht voor 30.000. Nou, als ik die dus verkoop, heb ik dus een winstmarge van 70.000 euro. Nou, waarom willen zij het zo graag hebben? Nou, hier woont Maaike. Hier woont, dit is ook van Maaike. Hier woonde David eerst, maar die is vertrokken. En daarnaast ook met Mike. Want Mike heeft een heel gigantisch groot plot. En daarom wil ze het hebben. Dus haar keuze begrijp ik wel. En ik wil gewoon geld eraan verdienen. Dus ik krijg er 100.000 voor. Dus ik ga even checken in mijn brievenbus ondertussen. Of ik geld binnen heb. Nee, heb ik niet. Goed. In ieder geval. In deze video. Ik ga even snel buiten roleplay om. Poep, zijn we even buiten roleplay. Dit is roleplay. En nu niet meer. We zijn buiten roleplay. Heb ik vorige video bij David. Heeft hij geld van mij geleend. 120.000 cash. Zonder een contract te leveren. Helemaal niks. Dat betekent dus dat ik David gewoon moet vertrouwen dat hij het teruggeeft. Maar ja, weet je, David is ook niet zo dom, denk ik, om mij als vijand te krijgen. We stappen weer terug in de roleplay. Ploef. Want, als ik namelijk, als David mij als vijand neemt, hè, als hij mij als vijand maakt, van dat hij mij gaat belazeren, gaat nakken, gaat naaien, dan weet David heel goed dat hij een groot probleem heeft. Dat weet hij heel goed, want, hè, ik ben, een gevaarlijk bannetje. Ik bedoel, ik ben een inbreker. Laatst zijn wel overal camera's gekomen. Dat is wel het probleem. Dus dat is iets waar ik een beetje bang voor ben. Maar goed, dus die camera's inbreken heb ik dus een beetje aan de kant gelegd. Vorige keer mijn pickaxe had ik verstopt. Nou, heel veel mensen die... ik had het al meteen door. Ik nam mijn opname, was meteen weggegaan van de pickaxe. En heb ik mijn pickaxe eruit gehaald. En heb een andere plek verstopt. Want ik zag al heel veel mensen naar die plek lopen bij Lars daar. Ook wel katten. Oh, ik ben in de winkel van Wouter. Ik denk of toen van heel veel naar Lars gaan toen in die dingen checken voor die pickaxen. Die natuurlijk niet meer lagen, want ik had ze weggehaald. Dus dat is slim van mij, want ik wil niet dat andere mensen die pickaxen hebben. Goed. Ondertussen sta ik nu bij het DDG hoofdgebouw. Dit heeft David laten maken voor 150.000 euro. Oh, gewoon Joris gaat erbij zitten als makelaar, gaat daarin wonen. Hier zijn dan plekjes voor ruimtes. Het is hartstikke mooi. Ik ga even kijken. Nou, ik ga niet binnen kijken. Laat het lekker gaan. Maar 150.000 euro. En het is gemaakt van quartz, sea prism stones, mooie blauwe glazen. En daar komt eigenlijk hetgene wat ik wilde bespreken met jullie. 150.000. Fucking groot. Het is gewoon echt hoe groot het is. Het is een fucking huge plot. Hij heeft hier van quartz, het duurste materiaal, 150.000 betaald. Mooie interieur zoals je al zag. Mooie trappetjes. En dan ga ik naar mijn, zoals Lars het noemt, rukbunker. Ik noem het mijn appartementencomplex. Jullie hebben gezien wat eruit ziet. Dat is dat lelijke ding wat hierachter staat. Dus even kijken, lopen veel mensen in tuintjes heen, maar dat maakt op zich niet uit. Hallo camera. Daar dus, en dat is een hele mooie plot, zeg maar. Daar heb ik gekocht ook voor 150.000. Van het meest lelijke wat er is. Het is kleiner. En ik heb ook 150.000 betaald. Dus, wat ik gedaan heb. En dat ga ik ook zeker doen. Ik heb de politie erbij gehaald. En het bouwbedrijf. Van, hey, luister jongens. Het bouwbedrijf. Jullie hebben fraude gepleegd. Want jullie hebben mij dit hele grote huis voor heel duur laten kopen. Wat er niet uitziet. En verander ik echt heel goedkoop. Dat noem ik fraude. Dat is niet eerlijk. En nu gaan ze dus misschien gaan het oplossen door dat ze het heel mooi gaan maken voor me. Voor gratis. Of ze gaan het plat gooien van mij gratis. En dan krijg ik mijn geld terug. Dus 150.000 krijg ik euro in cash. Krijg ik weer terug. Dus ik ga binnenkort heel wat centjes verdienen naast de 100.000 die ik dus laatst gepikt had. Wat eigenlijk niet mocht, maar dat weet ook niemand van weet. Maar dat dus. Dus dat moet ik even regelen. Ondertussen ga ik even mijn boekje erbij pakken met de kosten van mensen die nog moeten betalen. Ik heb nog een lening van Kees voor 5.000 openstaan. Qtrax heeft nog 2.000 bij me openstaan. Joran 4.000. BD Wils 1.000 van de huur natuurlijk. En David, je ziet het, 120.000 ekkies had hij van me geleend. Maar in ruil daarvoor mag ik wel in een penthouse wonen. Op zijn DDG gebouw. Weet je, voor mij is het maar niet uit. Heb ik een mooie woning. Het komt allemaal goed uit. Maar de laatste met de Fantastic Five. Als ik met ze praat. Eigenlijk is er heel veel tussen Duffy en David verdiende geld. Ik heb tot nu toe niks verdiend nog aan de Fantastic Five. Niks naar een noppes. Dus daar moet ik goed over nadenken. Of ik wil wat ik wil doen met de Fantastic Five. Dat is wel iets.
Dus dat is een beetje iets gevaarlijks. Deze episode is meer een beetje voor jullie ook een beetje opsommen wat er allemaal gebeurt in Mindtopia. Maar dus, dat is dus wat gebeuren gaat. Even kijken, ik heb een boekje erbij. Is een VIP-lijst. Trouwens, een soort feest. Nu ik daar toevallig hierover sta. Sta van mijn club. Aanstaande vrijdag, daar gaat deze hele video om. Aanstaande vrijdag ga ik livestreamen op Mindtopia. Het is in ieder geval best wel een pittige stream. En we beginnen om 7 uur, 6:45. Dus om 6:45 begint mijn stream. Op www.twitch.tv/idolistai. 6:45 moet je dus zijn, want om 7 uur begint het feest hier in het o zo grote Mindtopia. In mijn mooie club. Dus 6:45 is de stream al begonnen. Ik denk dat hij ietsje eerder aangaat. Om 6:30 gaat hij al aan ongeveer. Maar dan begint de stream van mijn grote, gigantische danceparty in Danstopia. Want dit is mijn club. Die heet Danstopia. En die gaat eindelijk geopend worden. Hier zie je mijn drankjes. Ik heb er heel veel besteld bij Laurens. Zijn nog niet binnengekomen. Dat is wel kloten. Ik heb er echt 4000 voor betaald, geloof ik. Om dat te kunnen doen. En deze club wordt hartstikke vet. Die is de VIP-section. En het feest wordt zo groot, zo dik. Er komen DJ's langs. DJ Kattenbak komt. Oftewel G-Typo, die komt hier draaien achter de draaitafel. Er zijn mensen die VIP-kaartjes gekocht hebben. Colin, Colin van der Bos, die van de autobedrijf, die heeft die wil ook bij mij werken als barman voor part-time. Heb ik een paar gasten ingehuurd als bodyguards voor de deur. Die checken de kaartjes of ze wel echt zijn natuurlijk, want ik heb ze zelf geschreven de kaartjes, zodat niemand ze kan faken. Er zijn mensen die fake kaartjes willen verkopen. Ja, helaas, dat gaat dus niet goed door. En niemand mag ook eten mee naar binnen nemen. Dus de bodyguards, die kunnen /inventory check doen. En dan kunnen ze kijken of ze eten bij zich hebben. Al het eten dat mensen meenemen, mag niet mee naar binnen. Wordt afgepakt. Het is voor mij. Voor ons. Voor degene die eigenlijk er werken. Daarna heb je ook nog iets. Je mag eenmaal binnen, niet meer naar buiten. Zo gaat het werken. Dus als je eenmaal binnen bent gekomen, mag je niet meer naar buiten. Hoezo niet? Want dan krijgen ze honger. Dan gaan ze even naar buiten. Dan gaan ze even een eigen broodje eten. Dan gaan ze weer naar binnen. Dan draai je geen omzet. Heeft me alleen maar kosten gemaakt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus er wordt vrijdag best wel een dik, druk feest. Ik kom ongeveer, even kijken. De VIP-lijst heb ik hier staan. De VIP-lijst Jeffrey, Laurens, Danny, Svennes Dios, Lars Berbe, Papa Warlord en Marneker zijn al 7 VIP's. Dus er komt David nog als VIP. Lars weet ik nog niet zeker als hij komt als VIP. Duffy Games komt als VIP. Gigkees komt nog. Nou, allemaal in de Dutch tijd. Ik kom echt zo'n 20, 30 man naar het feest al. En er moeten nog heel veel kaartjes verkopen. Heel veel mensen moeten nog smal, hebben nog niks laten weten. En dan gaan aan de deur, kan je kaartjes kopen. Het wordt dus nogal een big ass party. Maar goed, ik ga dus proberen om dat ene plotje daar te verkopen. Dan heb ik weer 4 plots. En ik mag er dus 5. Dan heb ik hier 3 plots. Die nog over zijn. Of ik ga het dus laten weghalen, dus die bunker. Of ik ga hem heel mooi laten maken. Even niet uit welke het van de twee het wordt. Voor het weghalen ga ik mijn 3 plots ga ik lekker laten staan. Oh, er zit een bordje op. Oh, mijn naam staat erop. Hey. Wordt het dat ik lekker laat staan. En dan ga ik voor heel erg veel verkopen. Dat is ook een heel mooi ideetje. Of ik ga daarna gewoon hier een dikke vette mansion bouwen. Ik weet nog steeds niet wat ik precies wil doen hiermee. Ik heb ze gewoon gekocht toen de tijd. Want ik dacht dat dit een mooi centrum zou worden. Maar het centrum is dus waar ik mijn huis ga verkopen. En daar is ook Minework, Mineco, oftewel die van Samal, is daar heel erg groot aan het groeien. Dus dat wordt echt een pittige, nog wel een pittig iets ondertussen. Ja goed, heel veel mensen zijn ook deel. Gaan we het inbreken, hartstikke leuk. Ik word in de gaten gehouden. Dat hebben jullie natuurlijk wel door. Heel veel mensen hebben ook doorgeluld bij de video's van, dit is een inbreker. Dus daarom heb ik de pickaxe maar verstopt en die ga ik niet meer naar boven halen voor een lange tijd. Ondertussen is nog iets groots, maar dat komt wel in de volgende keer wat er aan gaat komen. Dus nu hebben jullie een klein beetje de updates gekregen die ik heb in de server. De dingen die gaan gebeuren, die er komen gaan. En het wordt allemaal nog een heel stuk spannender allemaal bij Mindtopia. Vooral omdat het nu allemaal in een heel rap tempo gaat gebeuren. Allemaal gekke veranderingen. Mensen, in ieder geval, vond je het een leuke Mindtopia episode? Weet je weer waar ik mee bezig ben? Heb je nog een leuk idee voor mij om te doen? Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je dat super awesome vond. En ik zie jullie graag in de livestream op zaterdag van Mindtopia. Sla het vast op in je telefoon dat we om 7 uur zaterdag gaan livestreamen. www.twitch.tv/idolistai. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje achter omhoog als je het super awesome vond. En dan zeg ik nog één ding. En dat is natuurlijk peace. Oh my,